Als je muziek hoort, mag je lopen overal door de ruimte. Ik hoor geen muziek. Shh. En als ik stop met muziek maken, dan sta je als een standbeeld zo stil. Ja? Mooi man. Al die gezichten zo. Ja, hè? Superleuk. Ja, dit is wat wij doen. Heel eenvoudig eigenlijk met muziek en op de vloer. Ja. En... ik wil dat je daar ook even een emotie aan gaat vastplakken. Nou, dat kan ik nog niet. Nou, dat kan je echt wel. Ja, precies. Nou, dat is wel een hele enge emotie. Hey, wat past er bij dit? Angstig. We zijn allemaal heel bang. Ja? Wil ik zien dat je heel bang bent. Je hebt vaak gewoon iets simpels nodig om het ergens over te hebben. Maar we hebben ook aandacht voor dans en beweging. Mijn collega die is daar verantwoordelijk voor. En we proberen dat samen, proberen we daar een goede balans in te vinden. Zodat je artistiek dus een mooi product met elkaar kan maken. Ja. 3, 2, 1, start scène. Alleen, zoals je misschien al wel merkt, het is gewoon enorm belangrijk dat we echt naar de individu kijken. Ja. En waar ligt iemands talent? Hè? Vooral dat, hè? Niet waar ligt iemand zijn niet kunnen, maar juist dat talent. Ja. Als ik uitga, dan voel ik. Ja, je kan zulke mooie dingen doen met die gasten. Ik vind het ook echt een kunstvorm op zich, moet ik zeggen. Ja, maar jij noemde net het woord puur. Ja. Ja, dat is fantastisch. Ik ken geen enkele speler die iedere keer in dat moment kan zitten. En dat krijgt de grootste acteur niet voor elkaar. En dat vind ik echt wel heel fantastisch. Ja. Dat is een bepaalde commitment die je krijgt. Dat is wel heel mooi. Als ik teken, voel ik. Ja, als ik teken, dan voel ik. Goed zo. Ik ben ook heel blij dat het nou onze plek is. En dat het nou gelukt is. Ik heb het woord volgens mij project van mijn leven de afgelopen maanden overal rondlopen te horen, maar dat is echt zo, ja. Als ik zing, dan leef ik. Wij zijn tegendraads. Is het leuk om dit te doen met elkaar? Dit is mijn ding. Ja? Ja. En waarom is dit je ding? Ik vind toneel en het acteren leuk en om mensen te laten zien dat ik dit kan. Ja. En niet alleen voor gewone mensen, maar voor mensen beperkt dat ook mogen doen. Dat vind ik belangrijk, dat mensen dat zien, dat mensen beperkt dit ook kunnen. Hoe ver je gaat, heeft met afstand niets te maken, hoogstens met de tijd. In het begin was dat wel een beetje spannend, denk ik, of niet? Ja. In het begin, ja. En wat vond je dan spannend? Ja, andere omgeving. En tegendraads, dat was een theatergroepje en daar dachten jullie van, nou, dat is nou helemaal iets voor ons. Ja. Ja? Zo ging het? Ja, voor mij. Ja, zo voor mij. Nou, wij hoorden het via ons begeleidster dat een theater opgericht zou worden. Ja. Tegendraad. En toen zei ik, nou, dat is mijn ding. Laat me doen, want dit is wat ik heel graag wil. Ja. En mijn droom komt wel uit. Mij ook. Voor jou ook. Wat is nou het meest gekke wat jij gedaan hebt? Nou, ik ben pas 3 weken hier aan de slag. Oké. Dus en tot nu toe hebben we eigenlijk alleen maar dingen uitgeprobeerd van, joh, waar liggen je kwaliteiten, wat vind je leuk om te doen. En waar liggen jouw kwaliteiten? Toneel en zang. Omarmen, lief, ga dan mee. En omarmen. Ja, nee, dit is onze repetitieruimte. Ja. Ja, dat was dus eerst een kale vloer met graffiti op de muur en lelijk en zo. En dat hebben we een beetje geschilderd. En dan gaan we dus nog gordijnen ophangen en we gaan er nog een beetje licht en geluid gaan we erin ophangen. Zodat we hier dus ook kleine voorstellingen, presentaties kunnen doen. Ja, dit is onze ontvangstruimte.
Oké, dus hier, want zijn het verschillende groepen van verschillende woongroepen die dan hier gebracht worden? Of hoe gaat dat dan? Ja, nee, het zijn mensen die in de buurt wonen. Dus een paar wonen, je kan zelfs het parkeerterrein hier zien, wonen hier schuin tegenover in Wageningen. Iemand uit Veenendaal, iemand uit Beneden Leeuwen. En die komen eigenlijk echt uit interesse hier gewoon. We hebben best wel wat werving gemaakt. Ja. En we willen ook echt eigenlijk alleen maar mensen hebben die hier horen. De puntjes op de i, die moeten nog gezet worden. Mm-hmm. Ja. Waar denk je dan aan? Want ik zag daar een hele grote lap stof liggen. Ja. Is de bedoeling dat daar nog wat mee gebeurt? Ja, nee, dat moet dus nog, dat, ja, we willen het gaan afdoeken, dus dat we echt een theater krijgen. Dus als u heel handig bent met naald en draad en dat soort dingen, ik dus niet. Kom bij ons gezellig koffie drinken. Maar ook onze doeken op maat maken, daar zijn wij heel erg blij mee. En daar worden onze spelers ook heel erg gelukkig van. Dus wees welkom bij Tegendraad. Precies. Ga naar gelderlandhelpt.nl en daar zie je de contactgegevens van Tegendraad. Goh, wat zouden we hier nou eens mee moeten doen? Goh. Ja. Ik weet niet, wat we hier mee moeten doen? Ja. Hey, jongens, kijk eens wat daar was. Een geel. Jong. Echt waar? Zo. Volgens mij hebben we hulp nodig. Ja. Help, wie helpt deze lap aan te hangen? Help ons. Help.